Almkerk bruist en werkt samen richting Koningsdag. Met de Apres Skierton tour zijn de koningsfeesten van start gegaan. Hoe ziet het programma er vervolgens uit? En hoe doen ze dat toch in Almkerk? Eh, we zijn een rond het jaar bezig om alles te organiseren. Gelukkig hebben we een, een heel mooi bestuur van jong tot oud. Eh, die ja, eigenlijk voor iedereen, voor, jongs, eh, voor jong en oud, van alles willen organiseren. En dat is altijd leuk om te doen. En ik mag ook wel met trots zeggen dat er heel veel andere vrijwilligers zijn die ons daarbij helpen. Het lijkt wel in Almkerk gebeurt best heel veel, maar alles wat jullie hier doen, dat slaagt ook. Hoe komt dat toch? Ja, ik denk de waarom het slaagt is denk, dat wij uh, met alle verenigingen samenwerken en dat maakt het wel heel mooi in Almkerk. Uh, iedereen, is, uh, ja, iedereen staat voor, voor elkaar klaar en niemand zit elkaar in de vaarwater. Dus uh, ja, het is gewoon mooi om in Almkerk iets te organiseren. Zoals je ook uh, mede kan zien hier beneden pop hangt gewoon naast de Oranjevereniging. Dat kan hier allemaal in Almkerk. Na het feest van gisteravond krijgt het programma dinsdag een vervolg. Dinsdagavond is wel een bijzondere avond, dan gaan de, de, onze buurtverenigingen die gaan zich presenteren voor volgend jaar. Volgend jaar hebben we Tentjesfeest, uh, tentjesfeest 2020, dat is zeker bekend bij iedereen. Uh, de buurten gaan uh, dinsdagavond vertellen welk thema hun hangen aan ons grote thema en ons thema is een reis door de tijd. Ja, de woensdag is voor, uh, voor de ouderen. De uh, woensdag hebben we de bingo voor, uh, voor de ouderen onder ons. En dat gaat zeker een gezellige dag worden. Want de aanstaande donderdag hebben we het preuverement. Het preuverement uh, begint om uh, 6 uur. En uh, dat is echt voor iedereen toegankelijk. Er zijn heel veel ondernemers uit het land van Heus en Altena die hier een uh, eten voorschotelen. waar je van lekker van kan genieten. Onder genot van een drankje en een gezellig muziekje. We gaan door naar de vrijdag. Vrijdag is echt voor voor iedereen. De vrijdagavond, dan hebben we de jongens van het hok. Dat is ook een organisatie binnen Almkerk die hier in de en gezellige muziek omdraaien, waarbij ook Johnny colt op zal treden die avond. En dat weet ik zeker voor jong en oud is wordt het een gezellig feestje. En dan natuurlijk de volgende dag, dan is het koningsdag. Iedereen misschien wel met een katertje, maar ik weet zeker, omdat het een gezellig feestje wordt, dat iedereen weer vroegtijdig uit bed is voor de vrijmarkt. De vrijmarkt die hier plaatsvindt in de feesttent. Daarna gaan we door naar de Spelen voor de jongeren. Uh, de jongeren, waar zeker de ouders ook aan mee mogen doen. En daarna gaan we naar het uh, middagmatiné. Gezellig met de muziekje, dishjockey en vooral gezellig eten en drinken. En daarna sluiten we het feest af.